Oh yeah. Welkom bij de Daily Business Boost live show. Welkom bij de Daily Business Boost. Mijn naam is Aramiek en ik neem je in deze show mee in mijn ondernemerswereld. En ik help jou door het delen van de beste tips en tricks om je business dagelijks te laten groeien. Vandaag is jouw tijd, dus let's get louder. Ja, een hele goede morgen. Wat een heerlijke dag. Ik ben helemaal verlegen vandaag. Wat een goede morgen. Ik wilde zeggen, welkom in de zomer. Buenos dias, lieve Chantal. Goedemorgen, lieve Marianne. Goed dat jullie er zijn. Het is zomer en het regen pijpen stelt. Godsamme, wat is het heerlijk weer buiten. Als je even zin hebt om af te koelen, als je even zin hebt om in de regen te gaan dansen. Vandaag is de dag. Van harte welkom iedereen, want van deze week hebben we de zomer in onze bol. Dus kom maar gezellig erbij, want de Summer Festival gaat vanaf volgende week beginnen. Maar we gaan alvast in de stemming komen. Met Kevin Little. Ja hoor. Oh ja. Everything. Right back on top of me. Yeah. But if you think you're gonna get away from me, you better change your mind, you're going home. You're going home with me tonight, so let me hold you. Caress my body, you have me going crazy. You turn me on, turn me on. Oh yeah, turn me on van Kevin Little. Laten we meteen een goede show beginnen. Yeah, dames en heren, goed dat je er bent. En meteen een magisch moment met je te delen. Want ik zei afgelopen vrijdag dat we dit weekend over de 22.000 downloads zouden heen gaan. Nou, guess what? We zitten, het is dinsdag vandaag en we zitten op 22.928 downloads, dames en heren. Dus iedereen die iedere dag de podcast beluistert en downloadt. Yeah, dus we gaan richting de 23.000 eigenlijk al morgen. Het is echt ongelooflijk. Dus dank iedereen. Ik ben echt humble en ik word er helemaal bescheiden van als jullie zo vaak downloaden, als je het zo vaak beluistert. Dus dankjewel voor jullie lieve berichten. En we zijn inderdaad gisteren begonnen met de Summer Festival een beetje in te luiden vanaf volgende week. Maar deze week heb ik het over natuurlijk de 8 strategieën hoe jij je zomer een boost kan geven. Hoe je nou ervoor zorgt dat je echt meer klanten gaat krijgen. Marianne zegt, ja, hier schijnt de zon, is het plakkerig, vochtig, erg zomers. Nou ja, dan moeten we daar naartoe, lieve Marianne. Maar hier is het ontzettend regenachtig. En zoals ik zei, deze week staat in teken van hoe krijg je meer klanten in de zomer op LinkedIn. Want ze zeggen altijd, zomer is komkommertijd. Nou echt, sinds 2014 organiseer ik de Implementation Summer School. Ieder jaar is het uitverkocht, ieder jaar is het afgeladen. Dus forget the mindfuck, geen komkommertijd, zomertijd. Zomertijd is de beste tijd voor jou als ondernemer om meer klanten te krijgen. Voor jou als ondernemer meer impact gaan creëren. En voor jou als ondernemer om meer klanten te krijgen en meer invloed te gaan uitoefenen in je ideal clients. En vandaag, we hebben het gisteren gehad over strategie nummer 1. Ik heb gisteren alle strategie gehad en vandaag gaan we meteen met tip nummer 1, strategie nummer 1, ideal client strategy. Wat is de ideal client strategy? Waarom moet je dat hebben? En daarnaast 3 belangrijkste vragen of pijlers die je moet gaan stellen van hoe focus je, hoe target je nou je ideale klant? Dus daar gaan we het zo meteen over hebben, dames en heren. Dan is het meteen een hele belangrijke mindset mantra, zoals ik dat noem. Maar die gaan we lekker indekken in het volgende prachtig mooie item, namelijk de quote van de dag. Ja, de quote van de dag is: als je niet durft te kiezen, zal je nooit gekozen worden. Heeft meteen te maken met je ideal client strategy. Heeft meteen te maken met waar het over gaat. Als je niet durft te kiezen met je ideal client strategy, zul je nooit gekozen worden. Ik hoor zoveel mensen vertellen, oh, mijn doelgroep zijn vrouwen. Of ik hoor zoveel mensen zeggen, alle B2B bedrijven of organisaties, NGO's. Dat is geen doelgroep, dames en heren. Dat is niet een target doelgroep. Dus hoe moet je dat doen? Op welke manier? Waarom is dat zo handig? A, het moment dat je ze definieert, is het makkelijk om ze te vinden. Dus als je weet, mijn doelgroep zijn moeders die een onderneming hebben.
die 5000 euro per maand verdienen. Moeders uit Amsterdam die tussen 35 en 45 jaar zijn. De twee kleine kinderen onder 10 jaar. Dan zitten hun kinderen op de basisschool. Of net aan middelbare school. Laat ik zeggen basisschoolkinderen. Hun man heeft een baan bij overheid. Ze wonen in een Phoenixwijk buiten in Amsterdam-Noord. En ze worden beïnvloed door Deepak Chopra, Michael Pilarczyk en I don't know, Richard Branson. Ze zitten in de verschillende netwerken in Amsterdam bij BNI. En ze doen hun boodschappen bij Ecoplaza en bij Markt. En wat zij lezen is, ik noem maar wat even uit mijn hoofd, psychologie, happiness en kekmama's en gezonde nu. Op die manier, het moment dat je ze defineert, dan kun je ze gaan vinden. Maar het moment dat je zegt, oh, het is voor iedereen, betekent je hebt geen enkele focus. 1. Tweede wat het betekent, je kunt ze nergens vinden, want je kan overal wel naartoe gaan, dan zie je altijd wel een vrouw of een man rondlopen, oké? Sommigen durven niet eens te kiezen tussen een man en een vrouw. Ze noemen een doelgroep, ja, alle mensen die geïnteresseerd zijn in spiritualiteit. Dan denk ik, jongens, dat is echt een big, big mistake. Een big, big mistake is als je zegt alle mensen, alle vrouwen. Nee, moeders tussen 35 en 45 jaar uit Amsterdam-Noord, die kinderen op basisschool hebben, die bij Ecoplaza gaan, al die dingen, dan kan je ze gaan vinden. Betekent voor focus. En yes, betekent het, oh Ramiek, maar dan sluit ik de rest van de wereld uit. Nee, dat doe je niet. Ondernemers zijn zo bang dat ze andere mensen gaan afwijzen. Dat is zo'n K-gedrag van ondernemers, dat ze iedereen willen helpen, willen pleasen, willen compenseren. Stop daarmee. Je dient jezelf niet, je dient je business niet, je dient niemand. Door iedereen te willen helpen, gewoon niet. Want als je iedereen helpt, help je niemand. Je kunt beter. Let op, je hebt twee vergelijkingen. Dus laat me in de chat weten als je dat aanspreekt. Je hebt of een hele grote oceaan met allemaal kleine visjes die in de markt zitten. Allemaal kleine visjes die met elkaar concurreren om allemaal voor de voer te gaan zorgen. Of je hebt een heel klein riviertje, dan is een hele grote vis die daar de zaak uitmaakt. Welke wil jij zijn? Wil je een van die kleine vissen zijn die elkaar op prijs gaan afconcurreren, op offerte of op liegen of bedriegen? Of dat er gewoon niet genoeg is voor ze? Of wil jij die grote vis zijn in die kleine vijver of rivier? Oké? Kies altijd voor de tweede, zou ik zeggen. Oké? Daarmee positioneer je als de nummer 1 expert. Daarom moet je Ideal Client Strategy gaan leren doen. Daarom moet je ze eerst gaan definiëren. Oké? En Marianne zegt, ja, een vette vis in een riviertje, lekker kabbelen. Yes, want dan heb je hele rijk voor jezelf. Dan hoef je niet en mannen, en vrouw, en kinderen, en paarden, en honden, en mannen die een baan hebben of een bedrijf, of een vrouw die een baan hebben of een bedrijf, of thuis zitten, of uitkeringtrekkers zijn, of werkzoekenden zijn. Dat is vermoeiend. Dat is 1. Tweede is, hoe dan ook resoneert jouw boodschap met een bepaalde doelgroep? Hoe dan ook heb jij een selectieve resonantie? Ga niet zeggen, oh, ik kan iedereen helpen. Nee, ik kan niet iedereen helpen, oké, jongens? Ik kan niet mensen helpen met lage energie. Ik kan niet slachtoffers helpen. Ik kan niet mensen zonder commitment helpen. Ik kan niet tegen mensen die liegen, bedriegen, klagen, slachtofferrol ingaan, oké? Dat betekent 80% van mijn doelgroep valt al weg. Maar 80% van mensen wil graag klagen, wil graag zeuren, wil graag zeggen, excuses verzinnen, smoesjes verzinnen. Weet je, ik doe het morgen wel of ik doe het volgende week wel. Joh, dan is het prima, oké? En over uitsluiting gesproken, je sluit niemand uit. Want ook bij mijn business, bij mij gebeurde dat mensen uit andere doelgroepen bij mij aangetrokken worden. Er is zelfs iemand online, Marianne en Wim, die zitten niet in mijn target audience. Oké, maar die resoneren met mijn boodschap, die resoneren met mijn missie. Er komen dingen overeen, hoe dan ook trek ik ze aan. Maar mijn boodschap is niet per se voor Marianne en Wim, die qua leeftijd en levensstijl en woonplaats niet bij mijn target audience zitten, oké? Dus vergeet het uitsluiting, vergeet het please-gedrag. Zorg dat je gefocust aan de slag gaat met één bepaalde doelgroep. If you cannot define them, you cannot find them. Dit is een hele wijze uitspraak van J. Abraham, volgens mij, uit mijn hoofd. Dus je moet ze willen definiëren. Wil je een business hebben? Wil je een product aan de man brengen? Oké? Het is zo belangrijk om dat te doen. En Jet, goedemorgen Jet, wat word ik toch weer vrolijk van jou. Dankjewel. Dus we gaan het zo meteen hebben over 3 belangrijkste pijlers en componenten. Hoe je ervoor zorgt dat je ideale klant kan targeten. Hoe je ze kan definiëren, want dat is belangrijk. En dus ik zal je wat vertellen. 95% van de ondernemers, en ja ook die succesvolle, hebben hier geen idee van. Dus ga rustig achterover zitten. Zorg ervoor dat je pen en papier erbij gaat pakken. En als je een favoriet zomersliedje hebt, als je zegt van, hey, ik vind het leuk om, ik heb een favoriet liedje voor je of wat dan ook, laat me weten, want ik ga wat zomerse muziek draaien vandaag. Bring it on! Dit is Enrique Iglesias. Ik vind het heerlijk. Het is zomer vandaag, dames en heren. Oh yeah.
Bring it on, zeg Jet. Oh ja. Yeah. Enrique. Pam, 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 padam. Heerlijk, 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 heerlijk. Dankjewel, Enrique Iglesias. Anyways, we hebben de zomer in onze bol. Ik hoop dat jij dat ook hebt. Ik ga het hebben over dus drie componenten. Component nummer 1, dus pijler, pilaar, how do you say it? Criteria nummer 1 is demografisch. Betekent wat? Je moet een rondje tekenen, dat is de demografische rondje. Ik zal hem straks voor je tekenen, dan kan ik die aan je laten zien. Demografisch, wat betekent demografisch? Demografisch betekent, ik zal hem even voor je tekenen, ik zal hem zo neerzetten. We hebben het hier over deze. Demografisch, wat betekent demografisch? Betekent alles wat meetbaar is. Alles wat meetbaar is, betekent seksen, geslachten, leeftijden, woonplaats, auto, inkomen, opleiding. Snap je, dus een vrouw. 35 tot 45 jaar, of 40-jarige vrouw, moeder, 2 kinderen, woont in Phoenixwijk, Amsterdam-Noord. Zij is coach en trainer. Haar man heeft een baan bij de overheid. Ze heeft 2 kinderen bij de basisschool, heeft zij. En daarnaast rijdt ze in een Volvo, zo'n gezinsauto. Alles dus wat je kan meten, zit in het demografische gedeelte, oké? Okay? Dus demografisch betekent, alles wat je kunt meten is demografisch. Opleiding, ze heeft HBO Plus gedaan. Ze heeft vrije tijdmanagement gestudeerd. En nu werkt ze als lifecoach in Amsterdam-Noord. Heeft ze klanten, helpt ze vrouwen om een missie te bereiken. Oké? Okay? Dat is de D van demografisch. Dat is de D van demografisch. Dus schrijf maar op, laat me in de chat weten. Hoe zit het bij jou? Terwijl ik het volgende liedje, het verzoek van Chantal erin zet. Dit is Life van Desiree. Oh yeah, oh yeah. Oh life, oh life, oh life. I'm afraid of the dark, especially when I'm in the park. Never want someone else around. I got the shivers. I don't wanna be a ghost. It's the sign that I fear most. Rather have a piece of toast. Watch the evening news. Life, oh life, oh life. Life, do 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 life, oh life, whoa life, oh life, do do do. I'm a superstitious girl. I'm adored in the world. Anyways, dus Desiree met life. Gaan we naar de tweede gedeelte. Dus we hebben het gehad nu over de demografische. Dus alles wat je kunt meten. Kijk maar hier, alles wat je kunt meten. Nu gaan we naar de P, en dat is een heel moeilijk woord, dat is psychografisch. Wat betekent psychografisch? Betekent gedrag. Betekent gedrag. Betekent alles wat hoe ze zich gedragen. Betekent hobby's. Betekent netwerk. Betekent wat lezen ze. Waar doen ze boodschappen? Bij welk netwerk zitten ze? Waar gaan de kinderen op school? Zitten ze op sport? Wat zijn hun hobby's? Waar gaan ze op vakantie? Welke boeken, tijdschriften lezen ze? Welke audio's beluisteren? Welke podcast beluisteren ze, oké? En terwijl we dat zeggen, zegt Rita, dat was mijn leven. Maar Rotterdam en geen Volvo. Oké, ik zie hier, sommige van jullie herkennen dat. Gewoon fantastisch, Rita. Zie je? Ja, ik heb het je altijd gezegd. Je zit in mijn ideal client strategy. Fantastisch. Marjan zegt, ja, mooi liedje Chantal, lekker zomers. Thanks, zo'n lekker nummer. Uiteraard, uiteraard. Dus wat je wil doen met gedrag, psychografisch betekent, wat zijn hun hobby's? Waar zijn ze lid van? Wat doen de kinderen? Ik weet bijvoorbeeld bij Rita dat kinderen op pianoles zitten, volgens mij op zangles zitten. Dus alles wat je kunt bedenken, waar je audience kunt vinden. Voor hetzelfde geld, mensen die hun beïnvloeden. Bijvoorbeeld weet ik toevallig dat Rita en Marianne net bijvoorbeeld bij Pelpina zijn geweest met een videotraining. Of bijvoorbeeld bij Michael Pilarczyk boeken lezen. Of bij Richard Branson training doen. Of seminars volgen bij Succesgids. Of bij Tibor, of bij NLP Instituut. Doesn't matter. Wat je wilt doen is echt zo belangrijk. Wat je wilt doen is dus echt exact weten wat is wat we hier noemen de psychografische gedrag. Gedragszaken wat je doelgroep heeft, oké? Okay?
En ik ga kijken of ik zo meteen het nummer van Jet wat ze aanvraag kan draaien. Maar belangrijk is, vergis je niet. Gedrag zegt heel veel dingen over mensen. Mensen kunnen van alles en nog wat zeggen. Mensen kunnen van alles en nog wat willen. Mensen kunnen van alles en nog wat roepen. Maar als je naar een gedrag kijkt. Dus kijk maar naar gemiddelde hockeyclub. Hoe vrouwen daar staan, zeg maar, langs de lijn. En kijk maar naar gemiddelde voetbalclub. Hoe vrouwen daar langs de lijn staan. Het is totaal ander beeld. En nu, ik zeg niet dat het verkeerd is. Of goed of verkeerd. Oh, hockey is leuker dan voetbal. Of ze zijn rijker. Daar gaat het niet om. Het gaat om gedrag. Oké? Okay? En wat betekent gedrag? Gedrag betekent hoe beïnvloeden ze zich. Wat zijn ze mee aan het doen? Op welke manier zijn ze dingen aan het doen? En ik zeg, Jet en Fugi Diana. Even kijken. Even kijken of ik die kan vinden. Fugi Diana, Jet. Even kijken. Fugi. Ja, ik heb hem. Ik heb hem voor je zometeen. Dus gedrag, het is zo belangrijk. En Marianne zegt, ja, dat zijn wel onze overeenkomstspel. Pina, Think and Grow Rich lezen. Absoluut boeken die ze lezen. Think and Grow Rich, As the Man Think It. De Rijkste Man van Babylon. Je hebt zoveel basisboeken. De Wet van de Winnaars. Rich Dad, Poor Dad. Cashflow Quadrants. Dat zijn zaken die ontzettend belangrijk zijn. Dus bij gedrag wil je exact weten wat zijn hun hobby's, waar ze, maar ook vakantieland bijvoorbeeld. Je hebt twee doelgroepen. De ene gaat naar Ibiza om te feesten. De andere gaat naar Ibiza om spiritueel te ontwaken. Totaal andere, hetzelfde eiland, totaal andere gedraging, oké? Okay? Hetzelfde geldt, wat eten ze? Waar kopen ze? Waar doen ze om boodschappen bijvoorbeeld? Heel belangrijk. Doe je dat bij Albert Heijn of doe je bij Ecoplaza? Of doe je dat online of doe je dat offline? Ontzettend belangrijk dat je deze eigenschappen ga checken en ga definiëren. En we hebben het nu hierover. Michel Tello, komt ie aan. Oh, dit is een volgende. Oh, wow. Oh, oh, oh. Speciaal voor jou, Jet. Tô bem na parada, ninguém consegue entender. Chego na balada, todos param pra me ver. Tudo dando certo, mas eu tô esperto. Não posso botar tudo a perder. Sempre tem aquela pessoa especial que fica na dela, sabe seu potencial e mexe comigo. Isso é um perigo, logo agora que eu fiquei legal. Tô morrendo de vontade de te agarrar. Não sei quanto tempo mais vou suportar, mas pra gente se encontrar ninguém pode saber. Já pensei e sei o que devo fazer. O jeito é dar uma fugidinha com você. O jeito é dar uma fugida com você. Se você quer saber o que vai acontecer, primeiro a gente foge, depois a gente vê. O jeito é dar uma fugidinha com você. O jeito é dar uma fugida com você. Se você quer saber o que vai acontecer, primeiro a gente foge, depois a... Vamos juntos assim, ó. Simbora. Oh, 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 oh. Iedereen. Oh, 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 dankjewel, Michel. Dankjewel, Jet. Je moest mij nu kunnen zien. Nou, ik ben benieuwd. Zet de foto online. Stuur het via Instagram. Zet een videootje terwijl je dit aan het doen bent. Dus goedemorgen, Helene. Goed dat je er bent. Marianne zegt, ja, heerlijk. Je ziet lekker uit te leven dat tussen jullie verhuizing door teken van goede organisatie. Dankjewel. En yes, ik moest meteen aan Oom Fred denken. Onze Oom Fred die in Brazilië zit. Die man is 94, priester. Echt al meer dan... Ik denk zijn hele leven dat hij dat doet. Yes, dankjewel. Dus verzoeknummers, laat ze binnenkomen, dames en heren. Ik spel ze graag voor je af. Net als dit nummer. Ik heb geen idee wat dit nummer... Ik had het nog nooit gehoord. Ik kan alleen maar de Baila, volgens mij. Hoe heet dat andere liedje van hem? Anyways, we hebben het gehad. Over de demografisch. Demographics. Psychografisch. Psychographics. Nu gaan we het over de derde component hebben. Belangrijk. Ontzettend belangrijk component. De meeste van jullie heeft geen idee van deze prachtige criteria. En dat zegt de pijn. Laat ik even checken bij jullie. Wat is op dit moment jouw allergrootste zorgen, frustratie en pijn op LinkedIn? Laat me in de chat weten. Waar loop je op dit moment tegenaan? Oké, okay, dat is het gedeelte van pijn. Waar maakt jouw doelgroep zich zorgen over? Waar kunnen ze 's nachts niet van slapen? Waar moeten ze continu mee schakelen? Wat zijn de dingen waar ze zich druk maken? Waar ze zich niet een houding willen geven? Dus laat me hieronder weten. Wat is jouw allergrootste uitdaging op dit moment in jouw business? Oké? Okay? En dat is exact de vraag die je aan je doelgroep moet gaan stellen. Dus de vraag is altijd, wat is hun grootste zorgen, probleem, frustratie? En kijk maar, Jet zegt, doelgroep niet helder hebben. Nou Jet, ik heb wat leuks voor je. Kijk, nu komt het. Ik heb wat leuks voor je. Ik heb een
Ik heb een training over hoe target je doelgroep. Als je de PDF en de video wil weten, zet hieronder target audience. Target audience. Zet hieronder in de chat target audience. Dan stuur ik je die videotraining. Okay? Je hoeft er niks voor te doen. Het is een link die ik naar je doorstuur. Je hebt en videotraining plus een PDF van 6 pagina's met al deze vragen over deze 3 verschillende componenten. Namelijk demografisch, psychografisch en pijn. Demographic, psychographic en pain is zo belangrijk om dat te onthouden. En daar heb ik een training voor. Gratis. Dat geef ik graag in deze uitzending aan je. Dus de Ideal Client Strategy Training. Laat me weten. Ze heeft meteen target audience erop gezet. Fantastisch. Want daar gaat het over. Jij moet weten, wat is de grootste pijn? Hier, binnen 10 seconden kan ik haar oplossen. Oké, ik kan binnen 10 seconden het probleem van Jet oplossen. Oké? En hopelijk gaat ze kijken, hopelijk gaat ze PDF insturen. En Jet, als je de opdracht hebt gedaan, bij deze beloof ik je, als je dat terugstuurt naar mij, geef ik je feedback over. Oké? Dan krijg je zelfs een coaching van mij. Dus laat me weten. Als je dat leuk vindt, laat het me weten. Als je dat op prijs stelt. Ik geef het graag aan iedereen die op dit moment in de chat is. Of in de herhaling. Als je zeg maar hier neerzet target audience. Dan stuur ik je de speciale training. En dan moet je de opdracht naar mij terugsturen. Uiteraard ingevuld. Dan geef ik je graag feedback. Oké? Wat zegt Marjan? Marjan zegt doorzetten maken van content. En contact te maken met de doelgroep. Doorzetten maken. Ik weet niet wat doorzetten. Waarschijnlijk is dat een spelfout. En Jet zegt, consider it done. Fantastisch. Dan krijg je zo meteen van mij de link, Jet. En ik stuur je graag de training toe. Het moment dat je het ingevuld hebt, dan krijg je die van mij. En volgens mij kreeg ik net een prachtig mooi verzoek. Laten we die even gaan kijken hoe dat gaat. Hier gaan. Ah. Doorgaan met content maken en contact te maken met de doelgroep. Nice, Marjan. Oh ja, hey. Oh ja, what's up? Dames en heren, Mark Anthony. Oh ja. Esso. La 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 la. Oh ja, what's up? A veces llega la lluvia para limpiar las heridas. A veces solo una gota puede vencer la sequía. Y para ser llorar, ¿pa' qué? Si duele una pena, se olvida. Y para ser sufrir, llorar. Si así es la vida, hay que vivirla. La, 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 la. Oh yeah, hey, oh yeah, oh la, vi, 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 la, 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 la. Oh yeah, hey, oh yeah, no sign, vi, 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 la, 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 la. Ik leef mijn leven, zingt Mark Anthony. Yeah, magic, 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 magic. Wat een heerlijk liedje. Ik vergeet meteen de regen. Ik zit zelf gewoon aan de pina colada te sippen. Heerlijke mojito. Whatever you want. Dus even in de zomerse sfeer. Ja, dat is deze week. Deze week is de aftrap van de Summer Festival. Wat vanaf volgende week gaat beginnen, dames en heren. We hebben in de zomerse sfeer. Volgende week gaan we helemaal uitpakken. En zoals ik zei, deze week is ook de week dat we aan het verhuizen zijn. Dat betekent dat bijvoorbeeld donderdag een opgenomen podcast online gaat vinden. En dat ik deze week geen gasten heb. Maar ik hoop dat je me dat vergeeft. Maar anyways, wij hebben het gehad vandaag over deze 3 prachtig mooie componenten om je doelgroep te gaan definiëren. Betekent component nummer 1, betekent hier demographic. Alles wat je kunt meten. Component nummer 2, criteria nummer 2. Psychografisch, alles wat met gedrag te maken heeft. En component en criteria nummer 3 is de pijn. Dat is zo belangrijk dat je deze 3 dingen met elkaar kan verbinden. Want dan ontstaat hier in het midden... ontstaat hier, zoals we dat noemen, de sweet spot. Als je dus weet waar je doelgroep zich bevindt, waar woont ze, op welke manier is ze dingen aan het doen, wat is haar gedrag, dan hoef je nooit meer op zoek te gaan, want dan creëer je op deze manier een sweet spot. En dat is wat de meeste ondernemers helaas niet doen. Nou, mocht je hier die training willen hebben, net als Jet, zet hier target audience, dan stuur ik je de training plus de PDF, terwijl ik even haar aan mijn hoofd moet halen. Echt ongelooflijk. Helemaal nat geregend. En heel graag gedaan voor het draaien. Ik vind het heerlijk liedje. Dus mocht je denken, hey,
Ik wil de training, ik wil de ideal clients, de training hebben over de demographics, psychographic en pain. Laat hier weten, target audience, want dan gaan we het samen rustigen. Dan stuur ik je door en als je daar de feedback over wil hebben, jet zei meteen ja, dat wil ik. Dan geef ik je feedback op het moment dat je mij terugmailt of terugstuurt via LinkedIn. Alrighty guys. Zo, ik zei het al. Deze week is de week van hoe ik je kan helpen om meer klanten te krijgen in de zomer. Want zomer is geen komkommertijd. Echt zo mindfuck. Zomer is de beste tijd om jezelf niet te zetten als nummer 1 expert. Beste tijd om jezelf te positioneren. En beste tijd om meer klanten te gaan krijgen. Vandaar deze week de aanloop richting de Summer Festival die vanaf volgende week gaat beginnen. En by the way, al deze tips, al deze strategieën staan ook in mijn nieuwste blog. Dus mocht je mijn blog willen lezen, zet hier blog. Zal ik straks de link van mijn blog zetten. Blog nummer 202, gisteren, vanochtend 8 uur officieel gepubliceerd. We hebben al meer dan 30 reacties volgens mij eronder. Dus laat me weten als je de blog wil lezen. Want dan ga ik naar mijn favoriete onderdeel van het programma. Mocht je nog denken van, ik heb nog een liedje. Ik wil graag nog een liedje horen straks voor de afsluiting. Laat me weten. We gaan nu naar mijn favoriete onderdeel van het programma. Komt die aan. The blessing of the day. Blessing of the day. 62 prachtig mooie kaarten van Chantal Checkmixmedia van.nl. En vandaag ga ik deze kaart trekken dat jullie het zien. Deze kaart gaan we trekken. Even kijken wat het is. Ach, prachtig. The quieter you become, the more you're able to hear. Rumi. Rumi heeft het over the quieter you become, the more you are able to hear. Nummer 45 ga ik voorlezen. Yes, komt ie aan. The quieter you become, the more you can hear. In short, Rumi here is urging you to quiet down your mind noise. In other words, to quiet down the thoughts in your mind. When the thoughts come to a stop, you become quiet in the truest sense, and in this state of silence, you get access to your inner intelligence, also known as intuition. Dus de boodschap van vandaag is, the quieter you become, the more you're able to hear. Nou, ik zou bijna het tegenovergestelde zetten. Dankjewel Rumi, dankjewel Chantal. Check mixmediafan.nl voor de kaarten. Ze heeft een special deal voor je. 62 prachtig mooie handgemaakte kaarten. Ze zijn zo mooi gedaan door haar. Ik ben zo trots op haar dat ze dit soort prachtige mooie creaties heeft. Binnenkort komen ze met haar aanzichtkaarten. Die zijn onderweg vanuit China hier naartoe. Jet zegt ja, prachtig mooi. Yes. Dus de afsluiting, dames en heren. Ik hoop dat je het leuk hebt gehad. We gaan het afsluiten. Morgen om 10 uur ben ik er weer. Just that you know. Met 12 vragen die je als Master Networker aan jezelf moet gaan stellen. Of aan je audience moet gaan stellen. Om jezelf als Master Networker te positioneren. Want strategie nummer 2 hoe je meer klanten krijgt is. Become a Master Networker. Word een meester netwerker. En morgen ga ik je mijn 12 favoriete vragen met je delen. Die ik stel als Master Networker om andere mensen. Om interesse te tonen. Om geïnteresseerd te zijn in de ander. En daardoor dus een mooie relatie met diegene op te bouwen. En als afsluiter. Dus dankjewel voor het kijken alvast. En dit is de afsluiter. Want ja, let's get loud van J-Lo, Jennifer Lopez. Komt ie aan. Presente. Yeah, presente J-Lo. Turn the music, let's do it. Come on people, let's get loud. Let's get loud. Turn the music, be that sound. Let's get loud. Let's get loud. Oh yeah. Ain't nobody gotta tell you what you gonna do. Dus dankjewel voor het beluisteren. Dankjewel J-Lo. Dankjewel voor alle mooie hits wat jullie zeiden. En Jet zegt, kan morgen niet kijken, maar kan een replay bekijken. Absoluut. Kan de replay bekijken. Kan in alle podcasts op iTunes of tegenwoordig het Apple Music en op Spotify en al die andere kanalen kun je het vinden. Zowel te beluisteren als te bekijken. Dus dankjewel dames en heren. Dit was mijn waar genoegen. Dit was het voor de show. Ik heb je gedeeld hoe definieer je je ideale doelgroep in 3 stappen, 3 pijlers, 3 criteria die je daarvoor moet hebben en waarom je dat moet gaan doen. Dus dankjewel Marianne, mijn lieve Chantal, Jet, wie was er nog meer bij? Helene, er waren nog meer mensen bij die ik over het hoofd heb gezien. Thanks voor alle live luisteraars, live kijkers en dankjewel voor het luisteren. We gaan richting de 23.000 downloads, dames en heren. Dankjewel nogmaals. We zitten op
22.928. Dus dankjewel. Dankjewel voor het kijken. Dankjewel voor het beluisteren. En graag tot morgen om 10 uur. Same place, same time. Thanks so much. En tot morgen om 10 uur. Dankjewel dat je er was. See you later. Dankjewel voor het luisteren naar mijn live show. Geweldig. Wil je een keertje nou live bij mijn live show aanwezig zijn? Dat kan. Elke dag om 10 uur ben je van harte welkom via LinkedIn Live, Facebook Live of YouTube Live. Je vindt me als je mijn naam intipt in de zoekbalk op LinkedIn, Facebook of YouTube. Ben je nou erg leergierig? Wil je nu je business laten accelereren? Download dan nu helemaal gratis mijn e-book met de allerbeste 100 social selling tips op www.dailybusinessboost.nl. Zoals ik altijd zeg, wij zijn ondernemers. Wij zijn de kracht van de economie. Maak het verschil, iedere dag, ieder uur. En tot de volgende keer. Ja, en tot morgen om 10 uur, dames en heren. Dankjewel voor het kijken. Morgen is weer de zomer. Gaan we lekker knallen met mooie liedjes. Wake me up. See you morgen. Dankjewel voor het kijken. See you later.